Ja, dankjewel meneer Limburg. We hebben, zoals u weet, en ook heb aangegeven net, een spoedoverleg gehad op basis van de rapportage vanuit de spoedeisende hulp en de kinderartsen, dat er in ieder geval een trend is geweest het afgelopen weekend, van een, ik kan zeggen, bijna een verdubbeling van het aantal aanmeldingen van kinderen met kinderen tussen 0 en 5 jaar voornamelijk, met koorts, braken en diarree. En ook is daarbij gemeld dat een aantal kinderen ook in uitgedroogde toestand condities zich hebben aangemeld. En ook is bekend dat één kindje ook overleden is op de spoedeisende hulp op zaterdag met soortgelijke klachten. Wij hebben dus in ieder geval, ik heb ook zondag, afgelopen zondag, een bezoek gebracht aan de SIH naar aanleiding van die ontwikkelingen. En ook daar hebben wij dus data gezien en gesproken en gekeken. En hebben we toen ook al een alarmbericht doen uitgaan dat de samenleving waakzaam moet zijn. Ouders met kinderen die dergelijke klachten hebben ook contact moeten maken met de huisarts voor verdere begeleiding. Wij hebben op maandag gehad een situatie dat de situatie nog verder verslechterd is geweest, met het gevolg dat de opname plekken landelijk voor kinderen onder steeds minder werden en op een gegeven moment ook het maximum bereikt hebben, waardoor het toch wel noodzakelijk was vanuit de ziekenhuizen om ons te alarmeren over deze trend. Op basis van die informatie hebben we dus overleg gevoerd met de ziekenhuisraad en de vakgroep kindergeneeskunde met BOG, PAHO en nog een aantal andere groepen van deskundigen. En hebben we dus de informatie vernomen. We hebben ook aangegeven wat het traject zou moeten zijn. Het gaat er nu om dat er inderdaad sprake is van een mogelijk virale infectie. Waarom ik zeg mogelijk? Je kan altijd meerdere ziekteverwekkers hebben die verantwoordelijk kunnen zijn voor dit beeld. Maar conform dat wat de kinderarts hebben aangegeven, lijkt het veel al voor 95% bijna op een virale infectie. En een virale infectie kunnen verschillende virussen zijn. De typering van het virus maakt op dit moment niet zoveel uit, want de behandeling bij de virale infecties blijft gewoon hetzelfde. We hebben wel het traject ingezet voor diagnostiek. Dus dat wordt de komende dagen, komt er daarin meer duidelijkheid. Veelal gaat het er nu om dat de samenleving moet weten dat voorlichting, dus we moeten gaan voorlichting gaan opschroeven wat betreft het voorkomen, het herkennen van symptomen, het herkennen van uitdroging, dreigende uitdroging, en wat je moet doen en wat je zeker niet moet doen. Dus dat zal de focus zijn vanuit het ministerie. We zijn al gestart daarmee. Er komen ook wat programma's, wat filmpjes. Het tweede is dat de opvang van deze kinderen, de acute opvang, anders zou moeten, want ook de kinderartsen geven aan dat het in één keer een enorme toeloop is nu. Dus het is heel druk op de SIH met heel veel kinderen. En ze vinden dus het niet wijs om op dezelfde plek daar kinderen op te vangen. Dus dat zal nog steeds in het AZP zijn, maar mogelijk zullen er andere voorzieningen getroffen worden. Het AZP bereidt zich bereidt daartoe voor, dat kinderen ook apart zich kunnen aanmelden daar. We hebben ook gezegd dat de opname ook georganiseerd moet worden, want als je opnameplekken voor kinderen vol zitten, dan moet je met verschillende ziekenhuizen gaan kijken waar de kinderen naartoe moeten gaan. Een andere zaak is dat je bij virale infecties geen medicamenteuze behandeling hebt. Het enige wat je hebt is dat het braken gestopt kan worden met medicijnen, waardoor kinderen daardoor beter oraal vocht toegediend kunnen krijgen. Het belangrijkste in vulling is dat je infuusvloeistoffen moet hebben. En dat is volop aanwezig. We hebben dat kunnen bevestigen. We hebben dat ook nagetrokken. Er zijn ook wat opslag. Er zijn ook wat infuusvloeistoffen nog bij particuliere importeurs. Daar hebben we ook al geïnformeerd. Daar is er genoeg van. Dus we kunnen garanderen dat indien de situatie zich mag voordoen, dat wij genoeg aan medicamenten en ondersteunende middelen hebben om dergelijke situaties en met dergelijke situaties in te zetten. Aan de andere kant, de eerste lijn, dat is zijn de huisartsen. Daar is er ook al contact mee vanuit het ministerie, dat we hebben geïnformeerd.
ook volgens protocol van de kinderarts wat er allemaal wel en niet gedaan moet worden. En we werken nu in een spoedtempo aan het in ieder geval beschikbaar hebben van één of twee plekken bij de RGD. We denken aan Limesgracht en Latour. Iets verder, iets langer dan, nou langer dan de normale openingstijden. Open te zijn voor ouders met kinderen die braken hebben en diarree, waardoor een team alvast kan kijken en in overleg gaan zijn met de kinderartsen. En daar zijn we dus, daar hebben we morgen wat meer informatie over. Dus dit speelt, dat is de situatie op dit moment. Hoe raken de kinderen geïnfecteerd? In de medische term is orofecaal, dus betekent van eigenlijk letterlijk van, kan je zeggen, van bil naar mond, om het maar zo te noemen. Dat betekent via besmette handen. Weet je, kinderen hebben dus last van diarree en komen fecaliën aan de hand en kan dat weer bij speelgoed komen. Kinderen gaan weer daaraan zitten spelen. En dan komt het dus weer. En zo kunnen ook andere kinderen besmet raken. Het typische hierbij is dat bijna geen enkele volwassen hiervan last heeft, maar meer de kinderen. En dat wijst steeds meer in de richting van een bepaald virus. Dus er kunnen verschillende virussen zijn die verantwoordelijk zijn. Zo heb je rota, noro, entero. Er zijn een aantal virussen. Maar feit is, welk virus het ook is, er is geen sprake van kinderen met dysentery. Dysentery is bloedmenging bij de ontlasting. Dat is een heel ander beeld. Daar praat je over Shigella, cholera en dat soort dingen. Dat zijn bacteriële infecties. Dat is al uitgesloten. De kinderartsen hebben dat ook getest. Daar is er geen sprake van. Het is puur en duidelijk een virale gastroenteritis. Kan het dan zijn dat kinderen eerst met elkaar in contact moeten komen alvorens besmet te raken? Dat is sowieso het geval waar kinderen elkaar besmetten. Met name op plekken waar zieke kinderen veel bij elkaar zijn of kinderen met klachten bij elkaar zijn. Ik denk aan crèches, oppashuizen, scholen. Maar het hoeft niet alleen zo te zijn dat de besmetting van kind op kind is. Soms kunnen ook ouders dragers zijn en volwassenen dragers zijn. En het kind besmetten. Bijvoorbeeld een baby is thuis of een kindje is thuis en oma komt op bezoek. Maar oma is bijvoorbeeld geweest naar een plek waar er ook een besmet kind is. En daardoor neemt de moeder of de oma dan het virus met zich mee. Dus kijk, dat zijn extreme situaties, maar je moet er wel rekening mee houden. En daarom is het belangrijk dat in principe elk persoon, welke contact heeft met een kind, goede handhygiëne in acht moet nemen. Dus voorschriften voor, precies zoals we bij COVID hadden, handen wassen, sanitizer gebruiken, ook continu eigenlijk kijken dat het kind geen symptomen heeft. Dus het is heel belangrijk dat daarom komt die voorlichting. Moet die voorlichting nu intensief komen. Naar ook sketches van weet je, wat je wel en niet moet doen. We zijn ook vaak geneigd onze kinderen Norit en andere medicijnen te geven. Zoals loperamide of diarree-remmers of stoppers zoals we dat kennen. Ik zou op het hart willen drukken aan iedereen dat ze dat niet moeten doen. Absoluut niet. Het kan voor veel grotere problemen zorgen. Dus dat moet niet gebeuren. We geven het liefst advies. Er zijn al wat flyers uit. Ik zal ze ook met u delen. We geven het liefst niet gewoon water, maar we geven het liefst Gatorade of ORS. Dat is bekend, Diosol. Volgens voorschrift van de arts. Je mag kinderen ook verse vruchtensap geven, maar geen pakjes vruchtensap. Let wel geen processed sappen, want verwerkte sappen die hebben te veel suikers en die kunnen op zich weer diarree geven. Dus het liefst geef je gewoon vers geperste sap. Dat is wat op dit moment aan te bevelen is, maar ik wil even benadrukken, meneer Lumber, dat dit is een heel serieuze zaak. We merken die toeloop naar de SIH. En we vermoeden dat het probleem uiteraard ook wel veel groter is dan we nu zien. Hebben jullie dat onder controle? Op dit moment, de grootste uitdaging is human resources weer, zoals ook bij COVID bleek. We hebben wel duidelijk opdracht gegeven aan een team van het Volksgezondheid om nu met de verpleegkundige directies van de ziekenhuizen zoveel als mogelijk
verpleegkundigen te dirigeren naar de SCH, zodat wij in ieder geval meer handen hebben op de SCH om te helpen. Er zijn op dit moment vanwege de situatie, zijn de kinderartsen ook continu op de SCH. Dus niemand gaat weg, ze laten het niet, ze laten de situatie niet gewoon voor de SCH-artsen en verpleegkundigen. De kinderartsen die draaien in shiftverband nu ook fysieke diensten op de SCH. Er is een kinderarts ook van het diakonessenhuis gedirigeerd naar de SCH, of althans komen ondersteunen bij het AZP. En de vakgroep kindergeneeskunde die bereidt dus ook, heeft ook heel overleg over adviezen die ze moeten geven. Maar wij, ons is gevraagd, zeker als regering, en wij weten, we hebben die verantwoordelijkheid, om ervoor te zorgen dat de opvang in ieder geval gegarandeerd is. Maar ook dat de opname ook gegarandeerd is, want het heeft geen zin dat u met uw kind naar de SCH gaat en u moet 3 dagen wachten op een opnameplek. Maar als we ook zien dat de bedden al, de kinderbedden al veelal gevuld zijn, dan moeten we ook kijken welke mogelijkheden bestaan om die volwassen bedden ook vrij te maken voor de kinderen. Dus de situatie is vooralsnog onder controle. De situatie is, er is wel een dreiging dat het kan escaleren, dus veel meer kinderen in één keer kunnen komen. En daarom is die, je moet uit die cirkel stappen, dus je moet die besmettingsketen kunnen doorbreken. Je moet dus ervoor zorgen en dat kinderen elkaar niet besmetten, dat ouders kinderen niet besmetten. En dat is veelal belangrijk. De discussie, ik weet dat u die vraag gaat stellen, moeten we scholen niet sluiten en crèches niet sluiten? Dat is vooralsnog niet nodig. Dat we hebben ook de kinderartsen aangegeven. Het is een beetje een tricky situatie, want de leeftijdsgroep is 0-5 en dan scholen heb je meestal, behalve kleuterscholen en peuterscholen, heb je geen risico echt bij grotere kinderen. Maar het algemeen advies, precies zoals bij COVID ook gehad was, als uw kind ziek is, als uw kind koorts, braken en diarree, of wel koorts en diarree alleen, of koorts braken, dan moet u uw kind niet naar de crèche sturen, dan moet u het kind thuis houden en naar de arts brengen. En afhankelijk van wat de arts adviseert, kunt u dan verder kijken. Maar vooralsnog rekenen we op dat, werken we met die strategie, dat u zieke kinderen, want haast niet iedereen is ziek, maar we moeten wel ervoor zorgen dat als het kind ziek is, dat het kind in ieder geval niet op een plek gaat, zoals een school of crèche. Hoeveel kinderen hebben het leven gelaten in totaal? Voor zover bekend gaat het om 1 kind. Dat is het kind op zaterdag. Daarna zijn er natuurlijk meerdere. Van de familie van de Leuf? Ja, dat klopt. En dan heb je dus ook nog een heleboel andere kinderen. Er zijn 2, als het goed is. Ik weet het nu even niet 100% zeker. Er zijn wel, is wel 1 kindje binnengebracht met een eigenlijk zonder polsslag. Dat was ook op zaterdag, omdat de moeder kwam van heel ver. En het kindje is eigenlijk, moet ik zeggen, levenloos binnengebracht. Maar ook met dezelfde verschijnselen. Dat is dus ook een geval. En aan de andere kant heb je wel heel veel cases gehad, maar vooralsnog gaat het om, kijk, als je deze kinderen die besmet zijn, snel identificeert en ook vult, dan is het de kans groot dat ze gewoon goed reageren daarop. Dus eigenlijk zijn dat het, je ook daar complicaties. Eigenlijk zijn het 2 doden. Ik moet u eerlijk zeggen, ik wil die informatie kan ik niet hard stellen, maar ik weet dat er 1 geval is waar het kindje dus inderdaad is komen te overlijden. Andere case, omdat het kind te levenloos binnengebracht is, maar wel met het verhaal van een gastroenteritis hoor. Dus dat weet ik wel 100% zeker. Maar verder kan ik die informatie, dus kan ik geen aanvullende informatie bevestigen. Ja, minister, u werkt niet op de spoedeisende hulp. We hebben gemerkt dat u bent ingekomen, u hebt uw nummer afgestaan aan meneer Van der Leuf. Ik heb hem wel gisteren in een vraaggesprek met de mevrouw van Travastee horen zeggen dat hij geprobeerd heeft u te bellen, maar dat u dus niet hebt teruggebeld. U werkt niet op SCH, maar u bent de minister en als je zo nagaat wat er allemaal op voornamelijk social media en in praatprogramma's wordt gezegd, dan merken we dat
Ramadan die volledige slag neemt. Hoe gaat u daarmee om? Hoe reageert u daarop? Voelt u zich verantwoordelijk? Ik voel me verantwoordelijk voor de totale gezondheidszorg. En dat is de verantwoordelijkheid van de minister. Voor wat betreft de politieke verantwoordelijkheid, maar ook bestuurlijk. Dat je daar zeker wel een belangrijke verantwoordelijkheid hebt om zaken richtig te laten verlopen. Maar nadat u me ook overal gaat zien waar er geluiden zijn dat zaken niet goed lopen. Dat is ook de intentie geweest. Laat me aangeven, ik heb inderdaad een gemiste oproep gezien van de vader. Ik heb geprobeerd tegen 5:30 terug te bellen. Het werd niet opgenomen. Maar ik zal het weer proberen. Ik ben vanaf ik vanmorgen wakker ben en dit bericht mee bereikte. Non-stop tot 2 maal dus mijn telefoon al moeten, heb ik mijn telefoon al moeten laden om alleen de zaak op afstand en ook fysiek te monitoren. Ik moet aangeven dat wij overal waar er geluiden zijn, dat ik mee ga inzetten om processen beter te laten lopen. We weten ook, ik heb wel op de SIH gewerkt, dat is 12 jaren terug, in 2010. Toen ook, we moeten eerlijk zeggen, ik moet eerlijk zeggen, de situatie is niet anders dan het altijd is geweest. Er is een sprake van een, we hebben 1 spoedeisende hulp in Suriname. En waarom dat zo is georganiseerd, die discussie kunnen we een keer ook voeren. Maar ik ga ervan uit dat iedereen weet dat je 1 academisch ziekenhuis hebt met alle traumazorg, cardiochirurgie, neurochirurgie, CT-scan mogelijkheden, intensieve zorg. Dat kan je niet overal. Dus je kan niet een volwaardige SIH overal zetten. Je zou wel ondersteunende, spoedeisende zorg kunnen hebben in andere instellingen. Dat is ook het plan, in het plan van ons opgenomen. Maar ik moet zeggen, ik ben daar geweest zondag en ik kan bevestigen dat de aantal processen, want ik weet hoe de gang van zaken is. We hebben ook een ronde gemaakt van oriëntatie vanaf de administratie, triage tot de behandeling vanaf dingen. En ik moet zeggen dat een aantal processen we daar wel zorgen baren. En daar moet ik eerlijk in zijn. Dat wij ook al hebben gezegd van een aantal processen moeten gauw verbeteren, snel verbeteren. Maar los daarvan denken wij vanuit, want u hebt gezien dat we een onafhankelijk onderzoek hebben gevraagd, in dat specifiek geval, om te kijken naar waar het misgegaan is. Maar los daarvan is er al een aanbeveling gedaan vanuit het ministerie om een audit te doen bij de SIH. En de audit zal inhouden dat je eigenlijk vanaf het hele proces, dan die hele flow van patiënt aanmelding tot behandeling, in kaart brengt en kijkt wat waar de mankementen zijn, waar je moet verbeteren, wat goed loopt. Ja, maar dat hadden ze toch eerder moeten doen. Ik bedoel, moet er eerst een kindje dood alvorens dit soort dingen in kaart te brengen? Nee, dus, zeker dus niet. Dus de hulp had dat in place moeten hebben, toch? Dat, ik weet dat er plannen waren en de regering heeft bijvoorbeeld recentelijk het project upgraden en renovatie van de SIH goedgekeurd, dus dat gaat lopen, maar in dat heel plan moet je niet alleen een mooi gebouw hebben, je moet ook effectieve processen hebben, goede feedback hebben, veel digitalisering, want en ik mag u eerlijk zeggen, ik stond daar ik was 4 uur op de SIH afgelopen zondag avond, en het was een moment waar je in de avond die drukte ziet, en ik moet u zeggen, het is een enorme uitdaging, je hebt momenten dat niemand is om te triëren, maar je hebt op 1 moment wel 25 mensen die gelijktijdig met diverse klachten komen. En dan merk je gelijk dat die uitdaging enorm is. Want iedereen moet getrieerd worden. Iedereen moet gescreend worden. Op 1 moment. En dan heb je die. En we stonden vlak daarop afstand. En dan zie je eigenlijk hoe de familie en de begeleiders eigenlijk frustreren. Je merkt de hele situatie daar. Dus je probeert, en ik heb goed gekeken en geluisterd. Ik heb ook met familieleden gesproken. We hebben een en ander goed in beeld gebracht. Ook was met de directie van AZP ook. En we kijken naar, zoals we noemen, zaken die je direct kan veranderen. En op de long run ook, middellang termijn. Dus een aantal dingen hebben we al besproken. Een aantal onderdelen van het traject hebben we al besproken. Maar ik moet zeggen, het personeel zet zich wel keihard in om de zaak elke dag weer in goede banen te leiden.
En ik geef toe dat in het heel traject, we hebben, medisch werk is niet makkelijk. Ik heb altijd gezegd, het medisch werk is een, je moet niet alleen de papieren voor hebben, maar je moet uiteraard ook een klinische blik hebben voor de zaak. Ik heb nog een paar vragen, maar om het goed te begrijpen. Ramadin zegt niet van ik hoef niet af te treden als gevolg van deze situatie. Nou, ik weet het niet. Ik ben in elk geval, ik neem mijn verantwoordelijkheid. En ik ben me bewust van die uitdagingen. En je probeert op alle, het gaat niet alleen over de SIH. Het gaat ook over die doorstroom van SIH naar diverse afdelingen. Overal heb je uitdagingen en overal heb je processen die je snel kan verbeteren. Dus je hebt een situatie, meneer Limburg, dat ook een werkprocessen op de SIH door COVID-19, 2 jaren lang, is er een heel andere procedure geweest van werken. Ik weet niet als u bent geweest, maar u gaat zien dat er in die wachtruimte waar vroeger was, die wachtruimte, dat er daar nu 2 IC-bedden zijn opgezet, omdat we geen plek meer hadden voor IC. En daar is dus het probleem dat de familie nu buiten op het terrein staat. Dus het leek als je daar naartoe gaat, als u nu naar daar reed, gaat u zien dat er misschien 50 mensen op het terrein rondlopen bij AZP. Dat is ook niet bevorderend. Dus omdat je daar die IC hebt opgezet, dus dat moet worden afgebroken. Dus er zijn een paar zaken die we al hebben besloten. En de flow is ook anders. Mensen moeten van post naar post gaan en het kan soms wat tijd in beslag nemen. Dus kijk, je bent je bewust. Nogmaals, die vraag, moet Ramadin aftreden? Als Ramadin moet aftreden, ik heb daar helemaal geen moeite mee. Voor mij is het belangrijk dat de zaken die lopen en die vallen onder mijn verantwoordelijkheid, ga ik proberen zoveel als mogelijk richtig te doen leiden. En als vanuit de samenleving die druk komt, dan zullen we zien hoe we daarmee omgaan. Maar ik heb geen enkele indicatie dat op dit moment het ministerie van Volksgezondheid niet alert is en niet reageert en niet proactief handelt. De vader van dat overleden, dat meisje, die zegt tegen ons dat u hebt toegegeven dat de spoedeisende hulp, dat de mensen dus gefaald hebben. Heeft AZP dat ook toegegeven aan u, dat ze ernstige steken hebben laten vallen en dat als ze kordaat opgetreden hadden, dat meisje, dat het leven van dat meisje nog gered kon worden? Hebben ze dat toegegeven aan u? Wat ik weet, meneer Limburg, en misschien is het goed dat u mevrouw Redan ook hierin spreekt. Het AZP, er lopen 2 onderzoekingen. Het AZP heeft een intern medisch onderzoek verricht. Inmiddels is dat onderzoek afgerond. Het ministerie heeft een onderzoek ingesteld. En daarin heb je ook, kijk, intern betekent alleen personen van het AZP doen een onderzoek. Maar ik zeg, wij doen een onafhankelijk onderzoek met ervaringsdeskundigen buiten het ziekenhuis en die op een objectieve wijze. En ik twijfel ook niet aan de objectiviteit van AZP, maar wij hebben wel als ministerie, omdat het ministerie waakt over de gezondheidszorg, ook de verantwoordelijkheid om het een en ander uit te zoeken. En meer in het kader van het groter plaatje, dus dat we zaken die ze hebben voorgedaan, mocht er missers zijn, dat je daar los van het feit dat er opgetreden moet worden, dat er ook dusdanige verandering moet komen, dat dit zich nooit meer herhaalt. En dat hebben wij, dat is de intentie geweest van ons onderzoek. AZP heeft een eigen onderzoek gedaan. Ik heb de resultaten niet gezien. We hebben daartoe nog geen overleg gehad. Ik heb begrepen dat het AZP Ombudsbureau contact heeft gemaakt met de familie en er is een gesprek gearrangeerd, waardoor de familie, dus de vader, moeder, in ieder geval met een team van het AZP gaat praten over deze specifieke situatie. Ja, de vader dus, zei tegen ons mijn vader dat hij, aangegeven, dat hij de artsen erbij wilde, de mensen die op dat moment in dienst waren. Ja, maar dat is een policy van het AZP. Ik denk niet dat ik weet het niet, maar in elk geval, er zal een team. Er is een standaard team die ook, er is ook kwaliteit. Er is een commissie kwaliteit en patiëntenveiligheid. Daar heb je ook deskundigen van het AZP. Die houden zich ook daarmee bezig. Je hebt ook een aantal andere specialisten en artsen die dat doen.
Maar kijk, ik heb de vader ook uitgelegd op basis van de informatie die hij me heeft gegeven die avond. U kunt het interview zien, denk ik, of het gesprek zien. Heb ik ook aangegeven, op basis van die informatie die hij me heeft gegeven die avond, zeg ik, er zijn naar mijn mening, als ik geluister naar hem en die informatie, dat er mogelijk natuurlijk wel zaken zijn die beter konden. Dat heb ik gezegd. Ik heb niet gezegd dat het systeem heeft gefaald. Omdat ik kan niet onmogelijk die uitspraak doen als ik niet het volledig plaatje heb. Maar wij hebben gezegd, de patiënt, elke burger heeft het recht. Elke burger heeft het recht om, indien je je benadeeld voelt, indien je je beetgenomen voelt of niet goed behandeld bent, dat is opgenomen in de wet. En mag je naar het medisch tuchtcollege stappen met de nodige situatie. En je mag ook via het ministerie van Volksgezondheid de directeur aanschrijven die u begeleidt in dit proces. Aan de andere kant hebben mensen altijd, we leven nog steeds in een democratisch en een rechtsstaat, waarbij personen zich ook kunnen laten bijstaan door een raadsman of een juridisch adviseur om te kijken binnen welke procedures en binnen welke systemen die mensen hun rechtvaardigheid kunnen zoeken. En wij gaan daaraan meewerken. Wij zijn daarvoor open. En dat zeg ik u, ik neem die verantwoordelijkheid om in ieder geval ervoor te zorgen dat er tactvol omgegaan wordt met deze situatie. Dat we in ieder geval geen intentie hebben, het ministerie heeft geen intentie om systemen, dan wel instituten, dan wel personen te beschermen. Ja, maar moet de arts in afwachting van het onderzoek niet dan voorlopig op non-actief gesteld worden? We weten, kijk, het onderzoek van het ministerie is in druk op gang en druk al ingezet. En u moet goed begrijpen, we willen heel tactvol omgaan hiermee. Ik heb net gezegd, het verschil is een monteur die kan bij een misser in een motor altijd een andere paard halen, een ander onderdeel halen. En dat is ook, daarom leggen artsen ook een eed af, dat ze naar alle goede eer en geweten hun werk doen. Het kan elke arts overkomen. Het kan een arts overkomen dat je in een situatie geraakt waar omstandigheden dan wel je handelen zelfs kan leiden tot een fataliteit. En dan wel een ernstige complicatie. Dan wel de dood. En dat is ook dat is allemaal geregeld. En daarom zeg ik u, er is een college die hierover beslist. En het ministerie, het is volgens mij nog nooit in de geschiedenis in Suriname voorgekomen, dat een beëdigde arts uit het ambt gezet is. Dat is ook een van de mogelijkheden. Maar nogmaals, dat ga je pas doen wanneer je een uitgebreid onderzoek hebt gedaan. Je hebt een oordeel en door meerdere dingen. En wat we ook in Suriname niet hebben, en daar ga ik me nog steeds sterk voor maken, want dat is een nieuwe wet die je zou moeten gaan maken, is een Medical Ethical Committee. Het is een medisch-ethisch comité die oordeelt over een aantal zaken onafhankelijk van het ministerie, maar wel in bepaalde situaties belangrijk zal zijn. Het zal een hele, net als een jury zijn, een grand jury, die los van het Openbaar Ministerie en andere ook over ethische zaken gaat moeten beslissen en het ministerie gaat adviseren of oordelen. Dus dat zijn zaken. Maar ik begrijp uw vraag wel. Moet die arts niet onwel? We weten niet. Het is een systeem. Het is een ziekenhuis welke bezocht is. Toch moet je dan vanaf de portier iedereen op non-actief stellen? Dus dat is de vraag. Maar is het recht of niet? En daar zijn we dus nog niet over. Daar hebben we nog niet of geen volledige informatie over. Dus het onderzoek is in volle gang. De familie wordt ook dingen gevraagd om mee te werken. En dan gaan we kijken. Maar voor dit moment kan ik zeggen, het onderzoek loopt. En we wachten rustig de ontwikkelingen af. Maar minister, kunnen we niet terug naar het model van de spoedeisende hulp toe, zoals toen bij het RKZ? Ik hoor steeds van, zij is fully equipped, maar kunnen we er geen werk van maken om ervoor te zorgen dat, zoals hij er stond, hoor, ik weet niet eens waarom de zaak, is dat opgedoekt bij de vorige regering of bij het aantreden van deze regering? Want ik zat daar met de vraag over vanmiddag.
Het was wel een goede opvang. Ik heb er één keer zelf ook gebruik van, één of twee keer zelf ook gebruik van moeten maken. Om inderdaad die druk daar van de spoedeisende hulp bij het AZ weg te nemen. Eigenlijk is het niet te stuiten. We zullen wel over moeten gaan tot de opzet van meerdere spoedeisende hulpposten. Vindt u niet? Ik ben ook van mening dat zeker om de druk bij het AZP weg te nemen, er meerdere alternatieven moeten zijn. We hebben bij het Wanica ziekenhuis ook een spoedpost die draait. Daar melden ook mensen. We hebben bij het Zorghotel ook een spoedpost. Recentelijk is er eentje aan de Mozartstraat, dat is een particulier initiatief geweest, ook geopend. We zijn bezig bij de RGD om deze zaken door COVID-19, waren die verruimde dienstverleningen bij Latour, Geersvliet, Lelydorp ook stopgezet. Personeel was ingezet voor swabben, voor vaccineren, dus je kon gewoon die dienst niet draaien. In ieder geval heb ik vandaag de directieven gegeven om morgen nog te starten weer met in ieder geval Latour en Limesgracht, zodat we daar spoedposten kunnen hebben voor de kinderen, hoor, speciaal met brakenkoorts en diarree. Dus daar hoor ik uiterlijk morgen om 2:00 PM over als dat gaat lukken of niet per morgen. Aan de andere kant, dat van de RKZ was eerder stopgezet, hoor. Dus bij mijn aantreden was het al stopgezet. Ik heb begrepen, en uit gesprekken met ziekenhuisraad en anderen heb ik begrepen, dat het komt en het is gestopt, omdat bij de start hiervan, los van het feit dat traumazorg en cardiologische zorg ontbreken bij het SRKZ, dat er dus uiteindelijk die verlichting alleen geweest is voor huisartsengevallen en niet echt voor de code 1 en 2 urgentie. Dus de druk bleef maar op de SEH. Aan de andere kant was er nooit overleg geweest bij de opzet hiervan met de specialisten werkzaam in het RKZ, die dus plotseling overvallen werden met eigenlijk de opdracht om ook de achterwacht te organiseren. De achterwacht is niets anders dan, wanneer je een spoedeisende hulp hebt, heb je een achterwacht van specialisten die geconsulteerd worden door de spoedeisende hulp bij situaties waar specialistische zorg nodig is. En op een gegeven moment belde dus waren de artsen van de SEH bij het RKZ toch alleen in contact met de spoedeisende hulp van het AZP. Dus dat heeft ertoe geleid dat uiteindelijk toch het aantal patiënten begon af te nemen. Wel jammer hoor. En de ja, zeker. Dat is een stukje planning. Maar ik sta er helemaal achter. Zorghotel is een hele geschikte locatie, hele geschikte organisatie ook daar, waar je in principe heel veel kan wegvangen. Eenmaal 24 uur ook? Ja, Zorghotel is eenmaal 24 uur. En ook RGD Geersvliet, daar ben ik zelf aan de basis geweest van die verruimde dienstverlening in mijn tijd als RGD-arts. Hebben we toen opgezet, en ik weet nog dat ik daar heb gehecht, ik heb mensen gereanimeerd. Er zijn daar heel veel dingen gedaan, we hadden goed contact met de ambulance dienst van RGD en SEH. We gingen heel veel gevallen daar wegvangen, ook bevallingen zelfs, et cetera. Dus kijk, op dit moment is ook urgent gevraagd door de ziekenhuizen. Minister, we moeten snel die spoedpost hebben, zodat in ieder geval die druk op de SEA een beetje kan wegnemen. En we hadden al in mind dat we Limesgracht per 1 september zouden gaan openen. Alleen nu gaat het versneld gebeuren en voor een specifieke doelgroep. Dus dat wat u zegt, daar sta ik ook helemaal achter. Ja, ik hoop dat het lukt om meerdere posten op te zetten voor spoedeisende hulp. Minister, het probleem, ja, gaat kijk, het probleem is eigenlijk in de ontwikkeling van de medische wetenschap ga je eigenlijk, dat zie je duidelijk, die differentiatie, maar ook die specialisatie. Dus nu heb je internationale vereisten dat een SEH niet meer geleid gaat worden of kan worden door gewoon een algemeen arts. Of een arts die heel lang op de SEA heeft gewerkt. Vroeger kennen we die ontwikkeling. Maar nu heb je dat je moet een specifieke specialisatie hebben. Die de urgentiespecialist. En dat duurt 2 jaren. En we hebben nu op dit moment denk ik 3 of 4 urgentiespecialisten al in het buitenland. We hebben denk ik 3 urgentiespecialisten nu op de SEH werkzaam. Dus dat zijn mensen die echt teamleider zijn, hè, van het heel team.
In de afgelopen jaren hadden we dat niet, althans, omdat je had gewoon artsen die heel lang daar werken. En die heb je nog steeds. Alleen moeten ze wel werken onder supervisie van een urgentiespecialist. Waardoor je in principe, die is net als een soort van een all-in-one urgentiespecialist voor alles, traumatologie, cardiologie, neurochirurgie. Dus dat is ook een vereiste. En als je die zaken niet hebt, kan je niet zeggen dat je een SCH opent. Maar er zijn wel ontwikkelingen en indicaties dat we op korte termijn wel een aantal zullen hebben die de SCH gaan versterken, maar ons ook kunnen helpen om die decentralisatie weliswaar in primitieve vorm. Want we moeten niet denken dat we 2 of 3 volwaardige SCH's gaan kunnen draaien in Suriname, niet nu. Wat we wel kunnen, waar we wel kunnen werken, en daar heb je het ook over gehad, zijn spoedeisende zorg in een beetje meer gesimplificeerde manier. Maar dat er wel een goed transport is van de heel ernstig zieke naar een geprofessionaliseerd centrum. Minister, om af te sluiten en terug te gaan naar dat waar ik u voor belde, namelijk die besmettingen van de kinderen tussen 0 en 5 jaar. Heb ik u echt horen zeggen dat u dus bang bent voor een escalatie? Want daar maak ik mij zelf ook zorgen over, aangezien ik ook vader ben van een... We moeten bedacht zijn op een escalatie, maar vanaf vandaag, dus de intentie is, en dat is de bedoeling is hiervan, dat je moet zo snel als mogelijk de voorlichting opschroeven vanuit de eerste lijn, dus vanuit de huisarts, ook vanuit de tweede lijn, dus vanuit het ziekenhuis, maar vanuit het ministerie werken we aan, vanaf vandaag al, aan een verhevigde voorlichting naar de hele samenleving in verschillende talen. Dat zal ook moeten gebeuren, want het komt erop neer dat als je die cirkel, die vicieuze cirkel, die keten niet doorbreekt, dat die cirkel alleen maar groter gaat worden. Dus we moeten ergens eruit kunnen stappen. En ik snap het ook, ik heb ook een kind. En iedereen wordt bang. Ik wil de samenleving geruststellen. Je moet niet paniekerig raken als ouder. Je moet weten wat je moet doen. En daarvoor, voor die informatie, bent u afhankelijk. Niet alleen van het ministerie. Natuurlijk kunt u altijd ook zelf het internet raadplegen, de huisarts. Het ministerie gaat alleen algemene gerichte informatie kunnen geven. Maar de huisarts, die is verantwoordelijk allereerst voor de specifieke behandeling van een kind of van een patiënt. Dus elke case verschilt. De mens is niet hetzelfde. Dus we moeten zeker niet, en ik heb het ook gehoord en gezien, we mogen niet dralen met de gezondheid van ons kind, van onze kinderen. Het moment dat u ziet dat uw kind koorts heeft, braakt en zo, begin contact te maken. Neem die adviezen. En aan de hand van die adviezen gaat u in contact blijven met uw arts. Bij COVID, dat was het kortademigheid. Mensen werden bang. Daar was u ook in contact. Via videocall werd er gecommuniceerd. Dat gaan we ook moeten gaan doen. Artsen hebben een videocalldienst. Bepaalde artsen die kunnen u gewoon bellen. U kunt gewoon bellen. U kunt met ze praten. Dat moeten we gaan stimuleren. Alleen dat we niet moeten niet een paniekerige situatie krijgen. Dat iedereen straks voor de SIH staat met een kind die 1 of 2 keer heeft gebruikt. Het is goed op te vangen. Met goede voorlichting weet ik 100% zeker dat het niet gaat escaleren. Maar we moeten massa voorlichting vanaf vandaag gaan promoten. En iedereen die daartoe een bijdrage kan leveren, is welkom. Iedereen mag een bijdrage leveren. Alleen zal het ministerie uiteraard wel de regie moeten hebben in hand. Minister, dank u wel voor dit vraaggesprek. En we wensen u veel succes toe bij het managen van deze situatie. Ja, dank u wel meneer Limburg, ook voor uw bijdrage, want ook uw kanaal en uw netwerken kan ertoe bijdragen dat we de situatie ook, dat we de mensen informeren en dat we de situatie zo snel mogelijk beter onder controle hebben. En het liefst zou ik je enkel kind willen hebben met braken diarree, maar dat ga je nooit kunnen voorkomen. Oké, dank u wel. Ja, dank u wel.